What is up, you guys? It's me again. Long time no see, right? I think it's time for a little life update. What do you think about that? I get the feeling that you're all very curious about how I am and how my life is going. But first, I wanted to show you. A lot of y'all were very curious about where I live right now. So I thought I can make a little video, do a little home tour. What do you think about that? Well, this is my big living room. A lot of parties. Beautiful kids. Very nice meals. Whoa, it's a very big bathroom. I don't know how you say it. Marmor. Very chic. Like beautiful. Big. Oh. So this is where I live. You know, it's only temporary, you know, this house is only temporary, but it's really nice to have a place where I can process the great summer I had with a lot of jam sessions in Berlin. I'm feeling very, very, very inspired, so I think it is time for some new beginnings, right? Johanna? Ja, hi. Je doet het allemaal? Ja, dat mag ik hopen. Goed, fijn. Je laat het weten, hè, als iets niet gaat of zo? Ja. Oh. Is mijn banner wel goed in beeld? Je ziet die bovenkant helemaal niet. Zo? Prima, Jolanda. Is goed zichtbaar. Goed. Spannend, hè, Milas? Wij gaan gewoon echt iets helemaal nieuws doen. Innovatief. Helemaal, ja, bij de tijd. Oh, ik vind dat dus echt zo'n, ja, heerlijk woord. Innovatief. Ik heb nooit gedacht dat ik innovatief zou zijn. Jij natuurlijk wel, Milas. Hè, als je zo lang studeert, dan... Ja, maar ik... Ja, wij moeten natuurlijk onze samenwerking even... helemaal opnieuw uitvinden. Dat kost ook even tijd. Dit is nu natuurlijk de ideologie van de praktijk. Als in? Nou ja, digital contact is real contact. Digital first. Praktijk demir. De toekomst. Ja, 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 juist, juist. Goed, Jolanda, luister eens even. We gaan gewoon beginnen. Bij het begin. Ik klik zo een eerste patiënt aan. Jij plant gewoon de afspraken. Gewoon zoals altijd. Milas, je hebt helemaal gelijk. Oh, nog één ding. Je kan altijd op mij vertrouwen. Proost, Milas. Op een nieuw begin. Proost. Are you ready? Okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Okay. Okay, laat even wat beter zien. Zo. Oeh. Nou, en voor de rest moet je maar zien als je hier langskomt, hè? Okay. In real life. Okay. Wat dacht je van volgend weekend? Wacht even. Ja. Au. Oh. Oh, nee. Zaterdag heb ik voor het eerst huisdiner. Ik en een ander nieuw meisje moeten dat dus samen gaan organiseren. Want dat moeten altijd alle nieuwe huisgenoten organiseren. En we moeten dan ook gaan speechen. En we moeten alles aankleden en zo. En dat schijnen echt epische avonden te worden. Oké. Okay. En die zondag dan? Die... Ja, ja, dan hou ik eigenlijk denk ik liever vrij. Omdat ik dan misschien wrak ben. En dat is natuurlijk ook niet zo leuk voor jou dan. Dan komt het toch nog wel, toch? Ik zit hier nog wel even, hè? Ja. Trouwens, niet vergeten. Oh, wat vind je trouwens van mijn nieuwe kastje? Ja, leuk toch? Leuk, hè? Of ik kan er ook, kijk, een plantje op zetten. Nee. Hé, hey, wat kijk jij sipjes? Ben je zo verdrietig dat ik wegga? Ja, nee, ik ben super bijna aan het huilen. Ja. Nou, dat snap ik ook wel hoor, want wat moet jij in hemelsnaam gaan uitspoken in dat gat zonder mij? Wat dacht je van eindelijk
eens een keer iets voor mezelf. Eindelijk is geen opdringerig meisje wat de hele dag en avond maar wil chillen en hangen. En, Maar dat is ook alleen maar om je huiswerk over te schrijven. Geen huiswerk. Hé, hey, geen huiswerk. Ja! Yeah! Nou, ik wel hoor. Oh ja. Hoe ga je dat dan doen? Hè? Helemaal in je eentje? Nou, ik maak gewoon allemaal nieuwe vrienden. Allemaal? Nou, dat gaat niet zo makkelijk hoor. Hoezo? Nou, kom, kijk naar jezelf, hé. Hey. Ja. Nou, bedankt. Ja. Was dit dan dus onze afscheid? Absoluut. Ja, Abby. Dag. Ik vond het leuk om je te leren kennen. Sukkel! Jij! Mevrouw Posma, goedemorgen. Hallo, hoi, Milas. Nou, allereerst... echt ontzettend leuk dat u met ons meegekomen bent naar de praktijk. Ja, natuurlijk. Je kent me als geen ander. Dus en dan wil ik er graag bij blijven. Blijven? Ik neem aan dat u blijven zei. Nou, dat is een compliment. Dank u wel. Nou, vertel. Ik zie dat u hier weer een last heeft van een piep in uw oren. Nou. Ja, nou, ik zou het niet als een... want het is meer... Het is een beetje... Wat is het? Een beetje? Sorry? Kunt u dat herhalen? Ik vroeg... Ik... Godsamme... Godsamme, Je riep mij? Oké, okay. Goed, je bent er. Ja, wat is er? Werkt het niet? Ja, het gaat wel. Ik wilde net wat vragen over die verdomde piepen in de oren. Daar bent u weer, mevrouw Posma. Dag. Dank je, Jolanda. Ik ga jou even mevrouw wegklikken. Mevrouw Posma, ja? Wat ontzettend leuk dat u mee bent gekomen naar onze praktijk. Ja, maar goed, die app, hè, ik weet het niet zo goed hoor. Het is voor mij nog een beetje onoverzichtelijk. Oh, nou dat is heel goed dat u dat zegt. Zou u uw feedback anders naar mij toe willen sturen? Dat kan ik zeker doen. Het is namelijk ook een beetje gek met die wachtkamer, hè, dat je dan niet goed weet of je aan de beurt bent. Ja, het is natuurlijk ook gewoon anders, natuurlijk. Ja, het zit natuurlijk ook nog vol kinderziektes. Ja, dat kun je wel merken. Maar dat is niet erg hoor. Jullie kunnen gerust dingen op mij uitproberen. Het is ook gewoon even wennen, natuurlijk. We zitten nog in de testfase. Ja, tegelijkertijd zijn we ook hartstikke begonnen. Jolanda, ik ga jou even wegklikken, ja? Oké, goed. Doe maar. Goed. Een piep, zei u. Wat zeg je? Heel even wachten, ja? Oké. Yo. Heel even wachten. Ik zei niks. Ik hoorde van Ruby dat je in Berlijn zat of zo? Ja. Ja, klopt. Ja, echt waanzinnig was dat. Ik ben inmiddels alweer... Het is... ik ben nu bij... Ik ben nu terug. Oké, okay, maar het is wel vet toch dat je... bedoel, ik gun het je hoor. Het succes dan bedoel ik. Het is toch fijn dat je er... nou ja, dat je er ook iets aan over hebt gehouden. Ja. Ja, klopt. Dat is wel waar. Ja, waar een crisis allemaal niet goed voor kan zijn. Oké, okay, maar Peter, ga ik nu weer even verder. Kan ik alsjeblieft naar huis komen, Fen? Alsjeblieft, Fen, ik zit er doorheen. Ik zit er echt helemaal doorheen. Ik slaap de afgelopen 3 maanden alleen maar op banken. Mijn rug doet zoveel pijn. Mag ik alsjeblieft heel even naar huis, Fen?
Ik wil... Ik heb jou 3 maanden niet gesproken, hè? Volgens mij was jij gewoon het muzikantenleven aan het leiden in Berlijn, wat je altijd wilde. En nee, komt het gewoon is een beetje niet, raar zo over. Het niet. Het is gewoon dat ik ons huis mis. Ja, maar ja, dat zijn alleen maar stenen. Ik trek wel echt aan het kortste eind hier, hè? Ben je op de hoogte van de huurprijzen, van de huizenprijzen, van de inkomenseisen? Ja. Ik wou gewoon dat het allemaal anders gelopen was. Dat het, niet gebeurd was. Ja, maar het is wel gebeurd. Ja. Je ziet er goed uit. Ja, ik voel me ook goed. Ja, succes. Dan maar in deze tijd. Ik weet wel dat het niet makkelijk is. Nee. Doei. Zullen we muziek luisteren? Oh ja, is goed. Oké, vanaf nu doen we het zo. Ik tel naar 3. En dan zetten we op 3 zetten we tegelijkertijd het nummer aan. Oké. Ja? Ja. Ja, dan lijkt het toch nog een beetje alsof we samen met z'n tweetjes op jouw bed liggen. Ah, oh, net als vroeger. Ja. Nou, letterlijk als 1 week geleden. Ja. Aanstellen. 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy, they must be out of focus. That's a real hot album, homie, I wonder who wrote it. Oh shit. Hey, ik ga backpacken in februari. Oh my god, echt? Ja. Ja, ik moet even kijken. Wat, maar mijn vader zegt dat het dan wel weer kan en zo. Als je het even zou ontkennen, waar ga je heen? Kwam je dan toch iets dichterbij? Even kijken. Alsof er even Taiwan, niets meer aan de hand was. Bali, misschien wel een strijd. En als je de grenzen zou ja, misschien wel een wereldreis. Weet je? Kwam je dan wel even bij mij? Want ik dacht dat het niet zo moeilijk was mijn leven opnieuw in te delen. Maar ik raak mezelf een beetje kwijt. Ik voel alleen maar weerstand, vecht, lust, achterdocht en onrust. Ik hoef niks te zeggen, doen en veel te zelfbewust. Alleen maar schuld, alleen maar ongeduld. Mag het voorbij zijn? Je hoeft voor mij niet weg te rennen. Ik wil er juist graag voor je zijn. Je weet toch dat je altijd bij me langs mag. Voor een glas goedkope wijn. Ik dacht het op mijn eentje best te redden. Maar mijn wereld wordt zo klein. Dus laat ons doen alsof we alles simpelweg vergeten waren. En dat blijft dan stiekem ons geheim. We doen de deur dicht en ik zwicht uit het zicht en uit het licht. Voor alles wat verboden is of iets. Schade aanricht en zonder spijt nemen wij de tijd voor een... Welkom bij New Beginnings met Bilal. Het is ik. It is I. Oh, het is ik. Dat is geen hele. Hoe dan ook, ik ben er weer. Ik vraag me 1 ding af. Hebben jullie mij? Mij. Gemist? Ik hoor je niet. Hebben jullie mij gemist? Vandaag gaan wij een dreamboard maken. Ik zie je meteen denken, een dreamboard. Wat WTF is dat? We gaan het googlen. Ja. Een dreamboard, een visieboard, een collage, een afbeelding en affirmaties van iemand dromen en verlangens. Dat dus. Het is echt mega handig als je niet zo goed weet wat je wil. En dan vertelt je onbewustzijn je dus wat je wil. Weet jij niet goed wat je wil, hè?
Nee, nou, nee, dat weet ik niet, maar dat is ook helemaal niet erg, toch? Nee, ik ga dit eruit knippen, ik vind dit stom. Okido, goed, wat hebben we nodig? Tijdschriften. En een schaar. Au, tering. En plak. Bam. Waar hebben we dat nou neergelegd? Ik had het... Oh, wacht even hoor. Ik had het erg... One small step for man, one oh. En nu? Nu ga ik al mijn dromen uitknippen. Leeg veel, maar ik heb hier tijd gekregen. Ta-ta-da-da-da-da-da. Mijn dreamboard. Ja. Nou, dit was het voor deze week. New Beginnings met Bilal. Ik hoop heel erg dat je een fantastische tijd hebt gehad op mijn YouTube kanaal weer. Vind je droom en never give up and you are the steering wheel of your own ship. So yes! Okay, dan. Tot dan.